bent terug van trainingskamp. Ik kan me voorstellen dat je daar een aantal jongens hebt gesproken die een aflopend contract hebben. Heb jij al wat meer inzicht over welke jongens er mogelijk een voorstel kunnen verwachten? Uh, ja, dat is heel lastig natuurlijk. De, de 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 invulling van onze van onze eigenaar die uh, die is natuurlijk heel bepalend daarin. En uh, ik ben een type die uh, ik ga niet zomaar gesprekken aan met mensen. Ik moet ze uh, duidelijkheid geven. En dat betekent dat ik uh, wel of niet met ze doorgaat. En dat moet gewoon duidelijk zijn. En op dit moment uh, moet ik eerlijk zeggen, voor ons, voor mij en voor mijn staf, is, uh, is dat wel lastiger hoe de situatie nu is. Om, uh, om echt duidelijkheid te verschaffen naar je spelers. Ik ga ook niet met een of ander lulverhaal. Dus uh, wat dat betreft hebben we ook wel een bepaald moment nog. of een bepaalde tijd nog te gaan. Ik meen voor uh, 1 april of zo. Uh, liever wil ik natuurlijk wel uh, mijn spelers duidelijkheid verschaffen, maar ja, nou, nogmaals, zij weten ook dat ik niet met een of ander uh, lulverhaal kom. En, uh, maar aan de andere kant, uh, misschien is deze wedstrijd daarom ook zo mooi op het juiste moment, omdat uh, iedereen zijn focus daarop heeft. Heb je überhaupt met iemand gesproken in Spanje? Uh, niet wat dit betreft, nee.